Er is hier een brand ontstaan in een boerderij, ja, met een ruit en kap. En dat betekent dat het heel snel ontwikkelen kan. Dat ik dient, de hele boerderij is afgebrand. Behalve de wenning, die hebben we horen. Er stonden nog wat belendingen omheen, loodsen en dergelijke. En daar hebben we eigenlijk onmiddellijk op inzet om die auto kwalie maar wetter. En dat is slagen, die loodsen die ben ik behouden. Neffens mij had de wien in dit verhaal ook nog een belangrijke rol spelen. Kun je dat uitlezen? Ja, het klopt inderdaad. De wien stond op de kopse kant van de wenning. Dus het vuur en de hitte die is van de wenning afdrongen. En dat heeft absoluut een voordeel bij de brandbestrijding. Daarmee wordt het wat makkelijker om hem te behouden.